Ja, ik heb dus mijn wedstrijd vandaag gewonnen via opgave. Omdat mijn tegenstander Julien Dubai, die was blijkbaar ziek. Dus het was 4-1 voor mij en dan heeft hij opgegeven. Dus ja, jammer genoeg hebben we niet lang kunnen spelen, omdat hij zich niet goed voelde. Maar bon, dat is veel te beter voor mij. Dan kan ik qua energie sparen voor de finale van morgen. Dus ik speel daarin tegen een buitenlander, Bjelica. Dus die speelt ook internationaal, dus die speelt zeker ook heel goed. Dus hij is ook tweede reekshoofd. Dus ik verwacht dat het wel een spannende wedstrijd zal zijn. En dat het zeker niet gemakkelijk zal zijn, dat ik mijn beste tennis zal moeten spelen om te kunnen winnen. Dus ik ga zeker mijn best doen en hopen op een goede finale. En dat het weer ook een beetje mee zit. En dan kijk ik er al naar uit.